portami via. De Biennale van Venetië is inderdaad een hele bijzondere tentoonstelling. Hij is al 104 jaar wordt het gedaan. 57ste aflevering. En ja, de vraag was wel heel simpel, maar tegelijkertijd dacht ik van, hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat ik al die projecten zomaar kan doen? Dus ik heb er eens even over, ik heb even snel een lijstje gemaakt. Is het geluk? Is het talent? Is het hard werken? Doorzetten? Is het de ondersteuning die ik van alle kanten heel vaak krijg? Is het mijn eigenheid, mijn authenticiteit? Is het geloof in het werk door andere mensen? Geloof in je werk van jezelf? Of is het misschien wel toeval? Nou, ik denk, zelfs als het toeval is, dat, en dat al die andere dingen misschien niet gelden, dat na toeval toch een echte actie komt. In het atelier. En een beetje dat hele snelle denkproces wat ik moest doormaken van november tot mei. Want in mei moest het natuurlijk klaar zijn. En eigenlijk nog veel eerder, want er moest alsmaar een foto gemaakt. Wat ik zo al kan, dat ik niet heb dat er één mooi kunstwerk hangt. En dan mensen daar zo zelf voorbij wandelen en denken, ja, wel aardig, volgende. Maar dat ze, zoals ook echt wel gebeurd is, dat ze denken, hé, dat is een beetje anders. Ik heb dus eigenlijk de hele muur als een schilderij opgevat, als een soort heel grote canvas. En dat het een soort driedimensionaal canvas zou worden. Il fiore di partigiano, morta per la libertà.